In deze eerste zaak gaat het om een woningoverval in Breda. Hiervoor moeten we even terug naar november van het vorig jaar, om precies te zijn de vroege ochtend van dinsdag 10 november, hier in de Hoge Steenweg. Om 5 uur 's ochtends stormen 3 overvallers hier dit huis aan de Hoge Steenweg in. Binnen en buiten hangen camera's, dus we hebben de daders op beeld. Maar eerst komen de 3 overvallers het huis met daarin verschillende studio's even goed bekijken. Dat begint om ongeveer 3:30. Met z'n 3 lopen ze naar het huis. Terwijl er eentje op de uitkijk blijft staan, klimmen de andere 2 op het dak. Uiteindelijk lukt het ze zelfs om via een raam zich naar binnen te wurmen. Even later staan ze weer buiten. De bewoners hebben van de voorverkenning niets gemerkt. Iedereen ligt nog te slapen. 1,5 uur later zijn ze er weer. Dit keer gaan ze meteen via de voordeur naar binnen. Eenmaal binnen trappen ze de deuren van meerdere kamers in en stormen naar binnen. 1 bewoner moet op zijn knieën gaan zitten en krijgt een pistool op zijn rug geduwd. De hele kamer wordt doorzocht. En let ondertussen goed op de kleding en de manier van bewegen van de daders. Misschien zegt het u iets. Uiteindelijk gaan de overvallers er volgens het slachtoffer met wat geld en een klein beetje wiet weer vandoor. Van de vlucht hebben we geen beeld, want kennelijk hebben de daders de camera onklaargemaakt. Maar ondanks dit staan ze er toch goed op. En we hopen dan ook dat er mensen zijn die een vermoeden hebben wie de daders kunnen zijn. Wel zien we hier de auto van de daders na de overval rond 4:15 wegrijden over de Hoge Steenweg in de richting van de Teteringse Dijk. Het is een Mercedes Station, vermoedelijk een nieuw model zilverkleurige C-klasse. Misschien herkent u wel de mannen van de beelden. Misschien wel in combinatie met de auto, mogelijk een Mercedes C-klasse. We hebben alle beelden van de overval ook voor u op onze website gezet, bureaubrabant.nl. Geef uw tips en informatie door via de tiplijn op 0800 60 70. Anoniem kan ook op het nummer 0800 7000.